We gaan hem van harte welkom heten. We hebben hem een tijdje gemist. Niemand minder dan Ludwig van Milieu. Ludwig, een goede nacht. Goedenacht, Iwan. En alle luisteraars van Radio Talara wereldwijd. Odi, Odi, ik ben er weer. Ik ben door omstandigheden, zoals u hebt begrepen, de laatste dagen heel druk geweest in verband met het organiseren van de uitvaart van mijn overleden zus, mijn oudere zus, Eudia van Milieu. Die is gestorven en begraven op 22 september jongstleden, afgelopen vrijdag dus. En ik had het er echt druk mee. En eigenlijk heb ik het nog steeds druk met de afwikkeling hiervan. U weet hoe het gaat bij overlijden. En ik dank iedereen die zijn medeleven heeft getoond. Want ik moet u zeggen, het waren er heel veel reacties op de sociale media. En ja, we hebben tegenwoordig zoveel communicatiemiddelen. En die waren allemaal propvol, bomvol moet ik zeggen. Met deelneming en medeleven. Nogmaals, hartelijk dank aan ieder die een belangstelling heeft getoond en mij heeft willen troosten in, bij het nemen van afscheid van mijn zus, Eudia Yvonne Maria van Milieu. Nou, maar zoals men dat zegt, over de doden niks dan goeds. Ik ga het niet inhoudelijk over mijn zus hebben, omdat die alles behalve met politiek bezig is. Maar het is namelijk zo dat wanneer, ik heb het wel ervaren van de Surinaamse cultuur, en ik roem alle Surinamers daarvoor, wij zijn een bijzonder volk, dat met name wanneer het gaat om overlijden, dan zie je hoe warm ons volk is. Want dan krijg je ongeacht al die rommel van etniciteit en kapitaalsdiscussies over grond en geld, dan zie je de ware aard van de Surinamer. En dan moet ik u zeggen, de meest warme Surinamers, en ik doe geen enkele ander, doe ik daarmee schade, maar het is mij gebleken bij verschillende overlijdensplechtigheden en bezigheden dat de Creoolse traditie van omgaan met de dood, en nu ga ik in filosofische zin praten, want daar is dit programma voor, analyse op de werkelijkheid, de werkelijke gang van zaken, dat ik die Creolen bejubel. En ik denk dat we nog in de wereldgeschiedenis naam gaan maken met de wijze waarop wij met de dood omgaan. Die is voortgevloeid uit een praktijk van wrede kolonisatie. Wij hebben de meest wrede kolonisatie ter wereld gekend. Het is in verschillende geschiedenisboeken te hooi en te gras aangehaald door historici. Maar steeds duidelijker wordt het, wanneer men dus praat over die slavernijgeschiedenis, dan krijgt men een beeld van wat er is gebeurd in die transatlantische slavernij vanuit Afrika naar de Amerika's. En dan moet ik u zeggen, ik heb er ook met James Baldwin over gesproken in de begin jaren 80. En ik moet u zeggen, het is niet fraai. En ik ben daarom ook blij dat van Nederlandse politieke zijde dit beseft wordt en dat men hoe dan ook een begin wil maken met het terugkoppelen naar die geschiedenis en in dat kader met verontschuldigingen bezig is. Maar het is pas het begin. Men moet niet denken dat door eventjes te praten over die geschiedenis men het kan zeggen en daarmee basta. We zullen die hele geschiedenis moeten gaan herschrijven vanuit het perspectief van de onderliggende partijen, en dat is in Suriname de Surinaams-Creoolse bevolking in zijn algemeenheid. Want nogmaals, we zijn in diezelfde boten zijn wij van Afrika naar Suriname toe verhuisd.
En we hebben hetzelfde meegemaakt met z'n allen. En het is de kolonisator van vroeger, ja, die allerlei indelingen is gaan maken in zowel de landen in Afrika. Men is met een liniaal, heeft men grenzen getrokken dwars door gebieden waar Afrikanen in stamsgewijs woonden, met bepaalde fysieke familiaire verbindingen. Heeft men gewoon met een liniaal, vanwege geldzucht, heeft men grenzen getrokken en die Afrikanen verdeeld. En dat is doorgegaan in Suriname. Heeft men dat als eerste gedaan met de Indianen. Men spreekt over de Indianen die wel gedomesticeerd zijn. En gedomesticeerd is een moeilijk woord voor onderworpen. Men heeft ze onder controle. Je bent gedomesticeerd. En de niet gedomesticeerde. En de Caraïben hebben eigenlijk het onderspit moeten delven. Er zijn in geschiedenis lang valselijk beschreven door de koloniale geschiedschrijving als agressieve Indianen. Men heeft met de Arawakken zogenaamd vrede gesloten. En toen heeft men ons wijsgemaakt dat die Arawakken en Caraïben met elkaar in oorlog waren en elkaar haten. Terwijl het de werkelijkheid is, en daar ga ik niet verder op in, maar ik ga even weer in een zijstraatje om erop te wijzen dat de valse geschiedenis die wij hebben geleerd over Caraïben en Arawakken niks te maken heeft met verdeeldheid tussen de Indianen. De Indianen van de Amerika's, die we inheemsen plegen te noemen nu, die waren altijd één volk. Één volk. Maar men is in de geschiedenis door de inmenging van andere volkeren, onder andere de kolonisten uit Europa, heeft men die Indianen opgejaagd tegen elkaar om ze op die manier makkelijker onder controle te kunnen houden. En binnen dit perspectief moeten we kijken naar de conflicten binnen de groepen. De conflicten die er bestaan tussen de inheemse onderling. Het lijkt erop alsof er alleen maar haat en nijd is, wat ook zo is. Maar het komt niet van binnenuit. Het komt niet vanuit het hart van de inheemse. Het komt niet vanuit de bloedverwantschap. Het komt uit het willen overheersen van die volkeren door vreemde volkeren die zijn binnengedrongen in hun habitat en dachten door verdeeldheid te zaaien beter controle te kunnen uitoefenen op die Indianen. En zo heeft men ons opgevoed in de wetenschap dat Arawakken en Caraïben elkaars natuurlijke vijanden waren. Nou, het is heel typisch, hè? Je leert nooit iets over die natuurlijke vijanden in Europa. Dat waren modelmensen. En de witte Europeanen die zijn verhuisd naar Amerika, naar Noord-Amerika. Dat zijn ook modelmensen, die doen nooit iets kwaads en hebben geen onderlinge veten in de wil met ons leren. Maar ik kan u zeggen, tot en met de huidige oorlog in de Oekraïne, zijn er onderliggende etnische factoren van verdeeldheid liggen aan ten grondslag dat mensen elkaar gaan haten en elkaar willen uitroeien. Ja, het is nou eenmaal inherent aan het willen overheersen van het ene volk dat het andere volk wil overheersen. Gebruikt sinds jaar en dag, dus sinds de oudheid, gebruikt men het mechanisme van verdeel en heers. En ik leg de nadruk hierop dat naar aanleiding van de dood van mijn zus, die ik dit weekend heb moeten begraven, ze werd 76 jaar, ja, en heb ik ervaren door gesprekken met mensen dat wij in Suriname steeds meer bewust worden van de eenheid van ons volk. Men praat de hele tijd over verbroedering, daar ga ik dit programma ook even over hebben, maar in feite zit die eenheid al in de Surinamer. Wij zijn van oorsprong één volk. Te beginnen met de eenheid onder de inheemse, de Indianen. Maar door overheersing van die Europese kolonisatoren, ja, heeft men bewust verdeeldheid gezaaid onder de Surinamers, onderling. Het is begonnen bij de Indianen, de inheemsen. En ik wil u zeggen, want de brug die ik maak
is dat ik een pluimpje aan het geven was aan de Creoolse Surinamers, die door het leed dat hun is aangedaan door de Holocaust van verhuizing van de Afrikanen naar de Amerika's, wat daarmee gepaard is gegaan aan leed en verminkingen en schendingen van mensenrechten op allerlei niveaus, ik ken zijn weerga niet in de geschiedenis van de menselijkheid. En dat ervaar ik, in dat verband breng ik het naar voren, bij de vele afscheidsdiensten die ik heb meegemaakt in mijn leven, waarbij afscheid moet worden genomen van onze dierbaren. Dan komen we bijeen en dan zie je, de Creolen hebben ook spreekwoorden in dit verband. Ze zeggen, de, la foudé. Ja, en de dood. In het Nederlands kan je ook spreekwoorden van over de doden, niks dan goeds. Dat de dood een verzoenende werking heeft tussen de mensen onderling. En dat je met name bij mensen die heel veel leed hebben moeten ondergaan, dat besef dat wij allen van vlees en bloed zijn en dezelfde dood tegemoet gaan, dat hoor je het best vertolkt door die groepen die het meeste lijden hebben gehad. En dat ervaar ik telkens weer. En ik zeg het u, in onze Creoolse cultuur van Suriname, in de Surinaamse cultuur, ben ik blij dat dat fenomeen, dat filosofische aspect van de dood, op een positieve manier is verwerkt in onze cultuur. Waarbij wij een uniek volk zijn geworden dat bij de dood rituelen kent die eigenlijk sociaal-psychologisch werken naar verlichting van het gevoel het verlies te kunnen compenseren door een positief gemoed. En dat doen wij door op feestelijke wijze afscheid te nemen van onze dierbaren. Wij dansen met het lijk. In Suriname een traditie die natuurlijk ook in andere landen in een of andere vorm terugziet. Maar in Suriname is het heel opmerkelijk. We hebben zelfs de Singinetti uit de Creoolse cultuur. Die begint ook algemeen goed te worden in Suriname. Dat de vooravond van de begrafenis, van het afscheid, het definitieve afscheid nemen van het aardse leven, dat men nog in feestelijke stemming bij elkaar komt en dan lekker eet en drinkt en een plezierige avond ervan maken, om met een goed gemoed afstand te doen van de overledene. Nou, dat is een traditie, moet ik u zeggen, die ik had het onderschat, maar ik heb in mijn arbeidszame leven heb ik heel veel van dit soort momenten meegemaakt bij andere mensen, bij Surinamers, van allerlei pluimage en van allerlei etnische achtergronden. En ik moet u zeggen, ik kan alleen de conclusie trekken dat wij in onze kleinheid een uniek volk zijn wat betreft steun geven aan elkaar op momenten van het afscheid nemen van onze dierbaren. Dan zie je dat die Surinamer enorm veel compassie heeft met zijn medeburger. Iedereen maakt een pas op de plaats, gaat een stapje opzij voor diegene die men uitgeleide doet. En dat doet men in een prettige sfeer. En men gaat niet zitten huilen bij elkaar. Hoezeer het leed ook is. En hoezeer het gemis een pijn doet. Ja, zie je dat de Surinamer is een cultuur. Liturgie, dat noemt men de openbare eredienst. Hè? Liturgie, het liturgisch afscheid nemen van een dierbare. Dat hebben wij in hele mooie, leerzame en ik kan zeggen een gewoonte waar we trots op kunnen zijn van verlichting en waarbij we elkaar steun geven. En dat zie je ook wanneer Surinamers overlijdensberichten doorgeven, dan is men een en al compassie. En compassie is de vertolking van medeleven met je medeburger, hè. Men zegt ook wel, men drukt het uit met de term van
Ja, nog maar. Ik wou die term biezen. En ik kom nu niet op dat woord. Maar het komt erop neer. Medeleven tonen met je medeburger. En dat zien we in Suriname heel goed bij het overlijden. En ik moet u zeggen. Alle andere culturen in Suriname hebben die gewoonte langzaam ook geïntegreerd in hun belevenis van de dood. En je ziet dus steeds meer een ritueel in Suriname de overhand nemen bij de hele bevolking van serene aandacht voor diegene die ons verlaat en voor de achtergebleven familie, dat wij in solidariteit omgaan met de medeburger, in solidariteit met het leed en het gemis, het gevoel van gemis van een dierbare, dat helpen we samen dragen. Ik heb daar in die eenheidsstreven bespeurd onder de Surinamers. En vanuit mijn politieke bewustzijn probeer ik dit, middels dit type radioprogramma, over te brengen. Dat dit is iets is dat we moeten vasthouden. Laten we dat goed aan elkaar doorgeven en dit voortzetten in het voortbestaan van de Surinaamse natie. En ik moet u zeggen, nogmaals dank van die gevoelens van medeleven en solidariteit waarin wij als volk uitblinken. Dat mag ook eens een keer gezegd worden. En met name geef ik dit compliment aan de Creoolse Surinamers die in feite door een wrede slavernij achtergrond, een slavernijgeschiedenis, hebben leren omgaan met de ergste vormen van leed en met de ergste vorm van verwerking van dat leed. En daaruit hebben we een hele mooie, prachtige traditie overgehouden. En ik memoreer in dit geval ook de inmiddels overleden vriend van mij, Fred Fitzjames, die in Rotterdam een cultuurshop met zijn vriendin erop nahield en zo in de literatuur ook in een boekje de gezangen die daaruit zijn voortgesproten, waarin men bezingt om vrede te hebben met de dood. En dat hij dat heeft willen vastleggen op papier. Hij heeft een boekje geschreven hierover. Dat ga ik ook in het kader van mijn boekenrubriek, die ik steeds meer vorm ga geven, ga ik dat ook behandelen. En ik noem met name Rotterdam als de stad waarin dus de eerste cultuurshop is opgezet, waarbij Fred van alles, literatuur, boeken, combineerde met stoffen, de kleding, ja, anisa's en allerlei pagni-achtige stoffen die hij verkocht. En attributen, u kent de Surinaamse souvenirs, kalabassen en een klein houtsnijwerk. Dat is een productenarsenaal geworden waarvan je kan zeggen het is typisch Surinaams. En dan ga ik nog één kleine politieke zijstraat in om een verband te brengen met onze traditie, om onze eigenheid te vieren, tussen aanhalingstekens, wanneer wij compassie tonen, medeleven met onze medeburgers, en dan komt dat naar voren in een bepaalde vorm. En zo zijn Surinaamse attributen ontstaan. Ik heb het zien gebeuren in mijn leven, daarom vertel ik dit, om het vast te leggen. Ja, want al deze programma's worden ook schriftelijk vastgelegd op termijn in de geschiedenis. Daar ben ik hard mee bezig. En het komt er gewoon op neer dat ik het heb zien ontstaan. Ik ga u een simpel voorbeeld geven van de praktijk waarin we allemaal hebben kunnen zien hoe dat ontstaat. En met vallen en opstaan. Namelijk op Zanderij herinner ik u aan een winkeltje. Ik ken helaas die namen niet van die exploitant, maar een grote eer aan die persoon, want het is een vrouw die daar die Surinaamse souvenirs verkocht. Zij is ermee begonnen op Zanderij. Als je vertrok naar Nederland, dan kon je in een hoekje, in een winkel, dat is altijd in die hoek geplaatst, bij de vertrekhal, dan kon je daar
Surinaamse souvenirs kopen. Het begon met hele eenvoudige dingen, kraaltjes, spiegeltjes, die gemaakt werden door de inheemse. En houtsnijwerk van allerlei soorten. En toen kwamen er steeds meer attributen bij. Je kunt zo gek niet bedenken of het was daar aanwezig. Kleding en handwerk. Hè? Veel handwerk gemaakt door inheemsen en de tribale volkeren in Suriname. Vooral het houtsnijwerk. En men bedacht allerlei vormen. Je krijgt een klok. Het is zelfs zo dat het Surinaamse houtsnijwerk daarin is ook verwerkt. De Djarakepang, dat schaduwgevecht van het poppenspel, die kon je allemaal in houtsnijwerk terugvinden. En ook zag je steeds meer ook de Indiase elementen erin terugkomen. Dat men ook attributen die men gebruikt in de Indiase cultuur kon terugvinden. Dingen die je in de keuken gebruikt. Maar ook gewoon dingen wat kleding betreft. En dus gewoon souvenirtjes. En natuurlijk de commercie, die grijpt direct in. En dan kreeg je dus, ik ga er niet verder op in, maar ik heb dit al eerder geanalyseerd in mijn leven. En het begint steeds grotere vormen aan te nemen. En daarom vermeld ik dit apart als cultuurgoed. Namelijk, de attributen die verbonden worden met onze culturele beleving en die alle Surinamers herkennen als Surinaams. Men zet het in de woning. Als men ergens woont, dan neemt men één van die attributen en dan hangt men die aan de muur ten teken van Ja Wasernama Elibi. Wasernamang. En dat, die mevrouw die daar op Sanderij in het verleden is begonnen met die souvenirswinkel, en die bestaat nog steeds. Die mag ook van ons de granny kijken. En ik hoop dat de luisteraars me helpen om die naam van de exploitant van dat winkeltje, dat is begonnen met Surinaamse souvenirs, om die vrouw in ere te houden en haar naam te vermelden. We moeten onze geschiedenis gaan vastleggen. En moet ik u zeggen, helaas heeft die commercie heel wat, want ze konden de vraag naar die producten niet bijbenen. En toen is men prularia gaan importeren uit Zuidoost-Azië. Uit die gebieden waar bepaalde dingen ook bogo-bogo werden gemaakt. Zoals kralen en van alles en nog wat. Wat ook in Suriname werd gemaakt. Werd in Zuidoost-Azië met in grotere getalen geproduceerd. En die handelaars die begrepen dat direct. En zo kan je dus in Suriname heel wat zogenaamd Surinaamse souvenirs kan je gaan kopen, maar het zijn geen Surinaamse dingen. Het zijn gemaakt door andere volkeren en dat moeten wij gaan zuiveren. Dat we met onze eigen Surinaamse producten best wel een eigen markt hebben gecreëerd en die hoeft niet te worden aangevuld door prularia uit die gebieden waar men mensen arbeid onderwaardeert en die dingen bij duizenden maakt. Ja, en vaak ook van een hogere kwaliteit. Daar kunnen wij als Surinamers ook van leren. Maar laten wij dat Surinaamse culturele goed waarderen. Ik moet u zeggen, ode aan kapitein Euka. Hij is inmiddels overleden. Hij komt uit Kwamalasabutu. Hij heeft mij, omdat ik hem samen met mijn vriend Albert Bangafu, hebben wij voor het eerst in de geschiedenis, hebben wij inheemse kapiteins. Het waren toen kapitein Euka en hoofdopzichter die onder die kapitein functioneerde. Ai heette hij. En ik denk dat Ai nog leeft. Maar Euka is overleden van Kwamalasabutu. Die hebben we opgevangen in de stad. En we hebben ze een nacht uitgebracht in het nachtleven. Wel, ik moet u zeggen, liever had ik een camera bij me om u te laten zien hoe een Indiaan, een inheemse uit het verre binnenland, Kwamalasabutu, reageerde op het nachtleven toen die man een casino inging. Aman tegen mij, hé, dat is allemaal lauw. Ik zeg, kapitein Samsa. Aman tak jongen, die Surinamers,
Pref dan ook schrijven net in voor gehoorlijke tabaramante. Dan zie je die mannen in casino's en in het nachtleven, drinkstoppie en zo. En hij vond het wel leuk hoor. Hij zegt, maar eerlijk, het is leuk, maar het is improductief. Want de man die is schrijven, die denkt, de man moet gaan schrijven toch, voor de naai te neti. Want ik denk, maar draai aan die. Die man, hij zegt, dat gaat hij vertellen aan die mensen. Ik wou wel eens moeten doen. Als hij terug gaat naar zijn dorp, gaat hij ze uitleggen dat de foto maar het draai aan die. Net die de man in Libi. Dat die tegen de man in Libi. Omdat de man op welvaart. De man af Rokko. Zoek een meti. Zoek een visie voor een nyang. Een nyang dekba. Af te go bijen naar een winkri. Dus hij zag het verschil tussen de stad. En het leven in het bos. En ik heb ervan genoten, moet ik u zeggen. En hij heeft me bewust gemaakt. Daarom geef ik u dit verhaal aan de hand van een overlijdens item. Dat ik aan het behandelen ben op maatschappelijke manier. Op politieke wijze. Leer ik mijn lessen die mij het bewustzijn bijbrengen. Van de waarde van ons leven. De waarde van onze cultuur. En de waarde van onze eenheid. Die er altijd al is geweest in Suriname. Zijn we altijd één volk geweest. En dit blijft mijn uitgangspunt bij het behandelen van de politiek. Ja, de eenheid die er altijd is geweest in Suriname. En de waardering die we voor elkaar hebben. En de troost die wij elkaar gunnen bij het overlijden. Maar we moeten verder. En de taak die op ons allen rust. Is om die goede eigenschappen die je dus ziet bij het verwerken van de dood. Ja, dat hebben we allemaal hetzelfde. Iedereen is bedroefd als er een dierbaar is overleden. En dat moeten we samen vasthouden om die eenheid waar iedereen over praat met zijn mond, maar die niet praktiseert in de praktijk, dat we die eenheid werkelijk kunnen gaan bereiken als wij onze cultuur vasthouden. En ik heb een ode gebracht in dit programma, naar aanleiding van wat ik pas heb ervaren ook, dat die eenheid tussen wit en zwart, tussen alle etnische groepen die de kolonisatoren in ons hebben ingeprent als valse belevingen van ons bestaan, denken wij dat die ander onze vijand is? Nee, wij hebben die eenheid al in ons. En je moet hem alleen ontdekken. En op die momenten waarin het nodig is, moet je dat goed laten blijken dat jij die andere omarmt. En dat je samen met die ander op deze wereld staat. En dat kan je het beste tot uitdrukking brengen. Samen het leed te verdragen. Nogmaals, in dit verband feliciteer ik ook alle Surinamers met die bijdrage die men heeft geleverd aan dit aspect van de beleving van de eenheid van de Surinamers. En waarop ik in mijn bewustzijn heb geleerd om nou meer de nadruk op dit soort positieve culturele aspecten te leggen, zodat Surinamers meer en meer geloof gaan krijgen in zichzelf. Want daar gaat het om. If in every buserevi, dan krijg je ook die maatschappelijke eenheid niet. Het is vandaag zondag, de overgang van zondag 24 september naar maandag 25 september 2023. We zijn nu begonnen, het is Monde na Moesdeude, zijn we begonnen met week 39. Ja, de 39ste week van het jaar. En het jaar heeft 52 weken, dus we gaan naar het einde. En dit is de 97ste uitzending van dit jaar. Dus ik hoop dat we gauw die 100ste mogen gaan vieren. En ik dank iedereen die tot die 97ste uitzending ons heeft ondersteund. En ik roep nog steeds op om Radio Tamara te blijven ondersteunen. We danken alle mensen natuurlijk die in de afgelopen periode hebben laten blijken dat ze het heel erg goed menen met Radio Tamara. Maar het kan beter, het kan meer. Dus ik herinner u nog eraan, doet u uw bijdrage op tijd.
En maakt u contact met onze hoofdredacteur Iwan Botse hiervoor. En dan ga ik naar het reguliere nieuws, de nieuwsanalyse. Ik dacht, laat me even toch, nu ik ode breng aan die Surinamers die strijd hebben gevoerd voor onze eenheid, voor ons eenheidsbesef. En dan moet ik noemen de prestaties van een kleine Nederlandse politieke partij. Waarom? Omdat we nu in Nederland, want ik begin altijd met die internationale rubriek, in Nederland is het bijzonder dat het kabinet Rutte 4 is afgetreden en dat Nederland zich opmaakt voor verkiezingen. En die verkiezingen zullen worden gehouden in november aanstaande. En in verband daarmee is de vraag natuurlijk, welke rol spelen Surinamers in de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen die nu op komst zijn in november? En dan kan ik u zeggen, in dat kader heb ik gedacht om even aandacht te besteden aan een partij, een politieke partij, die als hoofdissue heeft de gelijkheid tussen de Nederlandse burgers, de ingezetenen. En dat is de partij van Sylvana Simons bijeen. U weet dat Sylvana Simons heeft aangekondigd dat zij de politiek, de actieve politiek, zal verlaten en inmiddels heeft verlaten. En dat zij dat doet onder andere ook vanwege gezondheidsredenen. Dat ze even meer rust, meer lichamelijke rust wil hebben om het ouder worden op een medisch verantwoorde manier te kunnen dragen. Ze heeft wat last, maar men zegt, drink dressie waktisiki in het Sernanton, dat we zeggen, je moet de nodige voorbereidingen treffen om niet in de val te lopen van de problemen die elke mens heeft. En dus Sylvana heeft uit voorzorg zichzelf uit die actieve politiek getrokken. En het nieuws wat ik u wil brengen, en met een kleine analyse erbij, dat is, zij heeft binnenkort, of tenminste, zij heeft pas geleden, heeft ze bekendgemaakt dat zij wordt opgevolgd door Edson Olf, een Surinamer van Creoolse afkomst, Edson Olf, die heeft altijd in Rotterdam gewoond, is dus een Rotterdammer, zeggen wij in Suriname. En hij was wijkraadslid in Rotterdam. En hij is de opvolger van Sylvana Simons. Bijeen is hij dus de lijsttrekker, Edson Olf. En nu het volgende over die opvolging binnen de politieke partij Bijeen. De enige partij die officieel in zijn doelstelling heeft staan, het willen streven naar gelijkberechtiging van alle minderheden in Nederland. Het zijn alle groepen die om wat voor reden ook achtergesteld worden en niet gelijk behandeld worden. Ondanks het feit dat in de Nederlandse wetgeving als eerste artikel staat dat alle burgers gelijk zijn en gelijk zullen worden behandeld, is de praktijk een andere. En zie je dingen gebeuren zoals men die bevolking van Groningen die te lijden heeft onder de last van de gaswinning, ja, en daar schade aan heeft ondervonden. In de eerste plaats, er zijn doden gevallen, mensen die ziek zijn geworden, maar ook materiële schade, de schade aan huizen en omgeving, door aardbevingen, et cetera. Dat men die mensen met een korreltje zout neemt en die mensen heeft men achtergehouden en niet goed en niet voldoende gecompenseerd. Terwijl men een mond vol had over die zogenaamde de compensatie die men aan het voorbereiden was, hebben de mensen nooit gezien in de praktijk. En hetzelfde is gebeurd met die toeslagenaffaire. Er is geconstateerd dat men ten onrechte op grond van etnische kenmerken grote groepen Nederlanders heeft benadeeld die recht hadden op uitkeringen.
Men noemt het de toeslagenaffaire, een beetje versleurend vind ik dat. Maar in ieder geval is ook in dat opzicht is er aangetoond dat er ongelijkheid is in Nederland. En dat men, en met name dat kabinet Rutte, geen enkele haast maakt om die mensen te compenseren. Zoals men dat ook niet doet met die Groningers die er recht op hebben. En dan noem ik nog een categorie waartoe ik zelf behoor. En dat is de categorie van pensioengerechtigde Surinamers die recht hebben op pensioen en AOW-uitkering. Die is men op allerlei mogelijke manieren aan het korten. En het, ik kan u zeggen, juridisch kan ik het staven, is dat een grootste schande voor de Nederlandse staat. Namelijk de leugens en het bedrog dat men, die men pleegt bij het bepalen van het recht op die AOW-uitkering die alle ingezetenen Nederlanders ontvangen na het bereiken van de pensioen, van die leeftijd van 67, is de staat verplicht dat bedrag dat gereserveerd is door diezelfde groep voor de oude dag, die moet men die mensen gewoon uitkeren. Men heeft belastingtechnisch, heeft men de administratie van Nederland zodanig geregeld dat men de arbeidszame bevolking die aan het werk is, laat men een bepaald gedeelte van hun salaris afhouden met de bedoeling de bijdrage te doen aan die staatskas voor de oude dag, hè, dus voor wanneer men oud is geworden, dan heeft men niet meer, dan werkt men niet meer actief in de productie, maar dan heeft men een potje opzij gezet, men heeft wat op opzij gelegd, men zegt dat voor die momenten, dat doet men gewoon sparen, men heeft gespaard om dan die werkloosheid of het feit dat men niet meer actief produceert in die productiemachine van Nederland, dat men dat kan compenseren met een kleine bijdrage vanuit de staat. Ja, dat is een recht. Het is niet iets, het is geen gift. Het is een recht waarvoor de burgers allemaal hebben bijgedragen aan die gezamenlijke pot. En dan op het moment dat men dat moet uitkeren, dan gaat men groepen ervan afschrappen. Dat is duidelijk het kenmerk van een kapitalistische maatschappij, dat men nog, dus juist die randgroepen, die sociaal lagere strata, die dat geld hard nodig hebben, die gaat men bekibbelen op geld die ze te goed hebben. Men verzwijgt dat velen die hebben bijgedragen tot die kas zijn overleden en eigenlijk het geld wat ze hebben gespaard voor zichzelf hebben moeten afdragen aan de staat, zodat of dat anderen ten goede kan komen. En op het moment dat die anderen aan de orde zijn, en dat zijn de invalide, de achtergestelde groepen, de achtergebleven groepen en de ouderen, de senioren burgers, op het moment dat die moeten worden gecompenseerd, dan komt men met allerlei kortingsmaatregelen, et cetera. En men ontziet wel de andere inkomensgroepen, ja, die juist genoeg hebben om te besteden, die ontziet men, daar is men heel strak en streng mee, of tenminste secuur moet ik zeggen eigenlijk, dat die krijgen precies waar ze recht op hebben. En dan zie je dat men die randgroeperingen die of een buitenlandse achtergrond hebben, of een zogenaamd allochtoon worden, als allochtoon worden behandeld, die zit men in het geniep te benadelen. En dat is gelukkig aan het licht gekomen. En ik hamerde daarom op dat die pensioensgerechtigde groep, die AOW, wordt gekort. Men heeft zomaar een uitgangspunt in het leven geroepen dat die groep niet een echte Nederlanders groep is. En dat die dus niet zouden hebben bijgedragen aan die gezamenlijke pot. Maar dat is niet waar, dat is een leugen. Men heeft in 1954 alle Surinamers en Antillianen
heeft men gerekend tot het Koninkrijk der Nederlanden. Dat hebben wij niet gedaan. Dat is vanuit Nederland bekokstoofd. Dat vanaf 1954 er het Koninkrijk der Nederlanden bestaat, waar alle onderdanen, waar ze zich ook mogen bevinden binnen het Koninkrijk, gelijk zijn. En dan nu komt men ons door een of andere Raad van State duidelijk maken dat toen die wet gemaakt werd, men niet had bedoeld dat die zwarte Nederlander op Antillen en Suriname en Indonesië en zo, dat die gelijk waren aan die witte van Europa. Dat komt men ons vandaag de dag duidelijk maken. Dus ik roep alle Surinamers op om tot het laatste eindje te gaan in de strijd om de Nederlandse staat ertoe te bewegen om alle gelden waar wij recht op hebben ook daadwerkelijk aan ons uit te keren. Want men is constant bezig die groepen te marginaliseren. En dat vind ik ten onrechte. Maar goed, dat is dus eventjes het nieuws rondom een partij die zich heeft hard gemaakt dat zij achter dit soort zaken aan zullen gaan van die gelijkberechtiging van Nederlandse burgers. En dat is de partij B1. En ik moet u zeggen, net zoals ik complimenten heb gemaakt aan de culturele tradities onder de Creoolse Surinamers, net zo ga ik een sneer geven aan diezelfde groep Creoolse Surinamers die hebben verzuimd om een dappere vrouw als Sylvana Simons de ondersteuning te geven die zij heeft verdiend. Wij geven niet thuis als het gaat om solidariteit, politieke solidariteit, met juist diegenen die in die voorhoede de strijd voor ons voeren in de Nederlandse politiek in de Tweede Kamer. En Sylvana is iemand, Sylvana Simons, die op eigen kracht met haar kwaliteiten, ja, ze is goed van tongriem gesneden en is zeker op publicitair gebied, heeft ze subliem werk afgeleverd. En dat zelfs bij de verklaring op 19 december van het vorige jaar, 2022, de toenmalige premier van Nederland, Mark Rutte, heeft aangegeven dat ze de verandering van zijn historisch beeld, en hij zegt dat als historicus, dat mede is gekomen door de druk die is uitgeoefend op zijn denken door Sylvana Simons en haar partij B1. Dat hij door de politiekvoering vanuit die hoek van de samenleving zich heeft laten beïnvloeden, dat hij anders moet gaan denken over de relaties wit-zwart in Nederland. En dat is een mijlpaal in de politiek van de Surinamers in Nederland. En van de allochtone Nederlander, ja, hoe je die ook wil noemen. Tegenwoordig noemen ze ons mensen van kleur. Nou, ik vind het echt niet bepaald een geuzennaam. Maar goed, de mensen van kleur die zich verenigd hebben in die partij van Sylvana Simons, die hebben dus nu te maken met de opvolging van het verdwijnen of het wegvallen van Sylvana. En zij wordt opgevolgd door Edson Olof uit Rotterdam, een voormalig wijkraadslid. En ik moet u zeggen, de tweede persoon binnen die partij is Lisa McRae uit Rotterdam. En dat is een Afrikaanse, Amerikaanse, Nederlandse. Dus met Amerikaans-Afrikaanse achtergronden. En de derde persoon in die partij, dat geef ik volledig eens af, dan kent u de top drie uit de bijeenpartij. En dat is Latifa Salmi. Latifa Salmi is een Algerijnse. Dus die heeft Noord-Afrikaanse achtergronden. En hiermee ziet u dan ook de groei van de partij bijeen. Dat het het is begonnen allemaal bij de dissidenten van de PvdA, die toen de partij, ja, hoe heet die partij weer, die toen ruzie kregen met Sylvana, en die ruzie is uitgemond in een afscheidingsbeweging, en uit die afscheiding
is toen bijeen ontstaan, na heel wat perikelen om over die naam, et cetera. En in ieder geval, Sylvana heeft toen met verve heeft ze het leiderschap vertolkt. Ze heeft haar zwakke punten. Mijn persoonlijke kritiek was dat zij, wat betreft de ideologische onderbouwing en de politieke geschiedenis van de Nederlandse partijpolitiek, dat ze daarin niet uitblonk. En dat is ook een zwakke punt. Maar wanneer het ging om gelijkberechtiging, was ze nummer 1. En dat werk heeft ze subliem gedaan. Niet iedereen is in alle aspecten volmaakt. Dat kan je ook niet van Sylvana verwachten. Maar nogmaals, ze heeft gezorgd voor een goede opvolging. En we kijken dus met argusogen naar wat deze mensen gaan bereiken die nu Sylvana opvolgen. En dat zijn Edson Olaf, die is lijsttrekker geworden. Ik kon zo net niet op de politieke partij DENK komen, maar nou we dat eventjes tussendoor zijn voordat ik het weer vergeet. DENK, dat is die afscheiding. Die is ontstaan uit de PvdA. En later heeft Sylvana zich bij DENK gevoegd. En al gauw is het gekomen tot een conflict, waarbij Sylvana weer is uitgetreden. En ik moet u zeggen, ik ga nu voor mijn beurt praten. En ik hoop dat ik niet gelijk krijg. Maar ik zag een discussie weer in een actualiteitenrubriek in Nederland op de zondagavond. En daar zag ik, daar werd gesproken over de nieuwe ontwikkelingen binnen Bijeen. En er werd dus de politicus Edson Olaf, de nieuwe lijsttrekker van Bijeen, werd voorgesteld. En dan had men georganiseerd dat er 2 oppositiemensen, die interne oppositie moesten vertolken, die werden aan het woord gelaten om aan te geven, om kritische vragen te stellen aan de nieuwe, het bestuurslid en vicevoorzitter van Bijeen, Edson Olaf, die werd kritisch ondervraagd door een Turkse journalist, die overigens hele goede vragen stelde, maar het verbaasde mij dat men een Turk in die rol plaatst op het moment dat men bekend maakt dat Sylvana Simons een opvolgster heeft en opvolgers in de partij, dan laat men direct zogenaamde oppositie in die partij horen, want het is een actiepartij voor de democratie. En dan komt een Turk aan het woord binnen Bijeen. En de tweede persoon die een kritische vraag mag stellen is ook iemand die dan praat over het milieu en het klimaat. In welke zin de nieuwe voorzitter het klimaat gaat ondersteunen. En dan denk ik bij mezelf, zie hoe die media werken in Nederland, dat men zo bij de hand is en eigenlijk 2 signalen afgeeft en groepen triggert binnen Bijeen. Ja, op een negatieve manier vind ik dat. En dat is dus, dat is de Turkse groep. Ja, bijna wil men daarmee zeggen dat die niet daar horen, maar bij DENK. Ja, dus dan laat men een Turk de kritiek formuleren. En men weet dat het milieuactivisme een hele vooruitstrevende groep is, militante groep. En dan laat men een milieuactivist praten of vragen stellen over het klimaat, om te kijken in welke mate de felheid van Sylvana Simons, waarin ze opkwam voor die groepen die ondersteuning nodig hebben in Nederland. Dan toetst men de nieuwe voorzitter aan zijn bereidheid actie te voeren voor het milieu, voor het klimaat. En dat vind ik prematuur, noem men dat. Hè? Laten we met een positieve blik kijken naar die nieuwe ontwikkelingen binnen een kleine, veelzeggende politieke partij in Nederland die een enorme kans maakt om te gaan groeien. Omdat het bewustzijn in de wereld nu aan het toenemen is. De wereld is aan het veranderen. U ziet die Afrikanen in Afrika zijn bezig die Fransen eruit te schoppen. De oorlog in Oekraïne krijgt andere wendingen. Men zal op een andere manier moeten kijken naar de groep van de BRICS.
de BRICS-landen, ja, die een nieuwe groep aan het vormen zijn, die aanspraak maken op het wereldpolitiek leiderschap, ja, dat die ook willen meetellen. Dus al deze dingen zijn aan het veranderen. En dat zie je dan ook aan de, ja, het succes van een kleine partij in Nederland, die bezig is zich te prolongeren en te stabiliseren. En je ziet het ook aan hun leiding. Ik moet je zeggen, ik ben zeer enthousiast geworden toen ik zag wie en wie in die opvolging van Sivana Simons zijn geplaatst. En dat geeft aan dat die partij een steeds breder draagvlak gaat krijgen, ja, in die randgroepen in Nederland die worden gediscrimineerd. Dat zijn vrouwen, dat zijn de invaliden, dat zijn alle uitkeringsgerechtigden enzovoorts. Groepen die allemaal te lijden hebben onder verwaarlozing van hun belangen door de politiek waarin de VVD de overhand heeft. En dat is het spannende, daarom behandel ik dit in de Nederlandse politiek, dat men bezig is van de rechterzijde, is men bezig te inventariseren waar de tegenstand van gaat komen, vanuit de linkerhoek. En het doet me goed om te zien dat er binnen links ook veel mobiliteit is en dat men de krachten ook aan het bundelen is. Dus het wordt spannend bij de komende verkiezingen in Nederland in november. En daar zal ik meer en vaker op terugkomen met meer informatie. En heb ik nog één ding te zeggen over de negatieve wijze waarop men in Nederland over die linkse politieke partijen praat, maar ook over die partij van Sivana Simons bijeen. Ja, heeft men twee termen geïntroduceerd in de Nederlandse actieve politiek die ik al decennia lang volg. Ik ben al meer dan 50 jaar bezig in de Nederlandse politiek als activist. En ik hoor voor het eerst het woord toxisch en onveilig. Dus en dat zijn witte mensen hoor, binnen die partij van Sivana Simons, hebben geklaagd over het toxisch klimaat. En toxisch is een term uit die medische, chemische wetenschap van vergif. Toxisch is gewoon, eenvoudig gezegd, mensen die vergif spuiten in die partij. En dat zijn zwarte mensen natuurlijk. Dus als er te veel zwarte zijn in een partij, dan is die partij toxisch aan de orde. De man Charayara, ja, in Europa. Dus we zijn toxisch. Familie is toxisch. En ze hebben een nieuw woord ook geïntroduceerd om elkaar een wenk te geven. Hey, blakaman, laai. En dat is het woord onveilig. Wanneer 10 Europeanen op een hoek staan te praten met elkaar, is er niks aan de hand. Dan zegt men, het is gezellig druk, joh. Wat is het toch druk? 10 witte mensen praten op een hoek. Maar wie als er 10 zwarte zijn die op diezelfde hoek praten, dan is die hoek onveilig aan het worden. Dus de man dat in die hoek begint onveilig te worden, de man is dat de blagaman en die lino. Ja, men heeft het. Wat heeft men zo tegen die zwarte Afrikaanse mensen in Nederland? Ja, en het zijn van die versluierende termen om eigenlijk die racistische, die anti-etnische, of al zeg die etnische ideeën over de mens, om die te verspreiden op een gecamoufleerde manier. Op een gecamoufleerde manier toch te praten over die blakamang. Zonder dat je die blakamang met name noemt. Dan moet je zeggen, als je in een vereniging zit en vindt, jongen, de blakamang, ik kon laai in een vereniging. Dan kan je, die sfeer wordt toxisch. Dan kan je zeggen, die sfeer onder die Nederlanders wordt toxisch. Betekent blakamang. We moeten het gehalte aan blakamangs reduceren. En dat is het signaal wat Wilders heeft gebracht in de politiek. Van witte Nederlander, let erop dat jouw land niet toxisch wordt. Dus de gekleurde Nederlander is de toxische Nederlander. Ja? En ik maak met een beetje hoongelach er gewacht van, maar ik vind het heel ernstig. Dat men op die manier die politiek vervuilt
door telkens weer dat etnische, raciale tintje in te brengen, maar onder allerlei schuilnamen. En daarom waarschuw ik u, let u op die terminologie van toxisch en aan de ene kant en van een onveilig, dat men praat over het woord. Hoe kan je in een politieke partij spreken van dat het binnen die partij onveilig is? Mensen voelen zich onveilig. Dus Pip Blagamandena wordt, dan voelt die wit zich onveilig. Laten we ophouden bij die nonsens. Oké, dan ga ik naar Suriname snel. In mijn laatste minuten van dit programma. Dan wil ik het even hebben over de blunders die Suriname maakt op het internationale veld. Hè? In de internationale politiek is het weer niet goed. Ik merk dat ik toch even iets ben vergeten, dan wil ik dat even snel zeggen. Ik zal misschien op een ander moment erop terugkomen, maar vandaag was een beetje, voordat ik het programma begon, kwam het nieuws door van de rellen die zijn uitgebroken in Amsterdam. In die wedstrijd Ajax-Feyenoord. Feyenoord stond met 3-0 voor. Toen braken de rellen uit. En er werd vuurwerk afgeschoten en noem maar op. En het is allemaal uit de hand gelopen. En nu gaat de Nederlandse KNVB, de voetbalbond, zich buigen over wat men gaat doen met het vervolg. Namelijk, die wedstrijd gaat men hem zonder publiek die resterende minuten uitspelen. Gaat men, het tweede alternatief is, gaat men Feyenoord technisch uitroepen tot winnaar, vanwege dus de calamiteiten. Of gaat men, en het is de derde mogelijkheid, de derde optie, gaat men die wedstrijd geheel overspelen. Daarover buigt het KNVB-bestuur. En het bestuur van Ajax buigen zich over dit vraagstuk, waarover u dus een uitsluitsel kan verwachten deze week. Gaat men snel een besluit nemen, want men moet niet wachten, want dan wordt de chaos alleen maar erger. En dan komt het erop neer dat Ajax heeft per vandaag afstand gedaan van zijn coach Sven. En die man heeft een moeilijke naam, Miss Lintat. Is een Duitser, Sven Mislintat, een 50-jarige Duitser, die de trainer was van Ajax, trainercoach, die heeft zijn dienstverband bij Ajax beëindigd, op verzoek van het bestuur, en we zullen dus die ontwikkelingen volgen. Maar dat was het laatste internationale nieuws uit Nederland, dat op die internationale agenda is geplaatst. Rellen in Amsterdam bij de wedstrijd Ajax-Feyenoord. Goed, en dan ga ik dus naar een einde toe. In Suriname heeft de president van Suriname, in die periode dat ik even afwezig was, heeft hij de 78ste VN-vergadering in de Verenigde Staten bijgewoond. En er is namelijk 20 september een VN-vergadering geweest. Dus die dagen na 20 is onze president in de Verenigde Staten geweest. En daarvoor was hij in Cuba. Ook op congressen. Hij bezoekt alle congressen en internationale vergaderingen in de wereld. Want ze hebben hem nodig als wereldleider. Maar ja, meneer Santokki, president van Suriname. Wel, ik ga u zeggen, die man maakt zich internationaal enorm belachelijk. En die Surinamers hebben dat niet door. Daarom vertel ik dit hier nu. Voor geval men denkt dat Santokki een geweldige wereldleider is. Hij gaat de een na de andere stommiteit internationaal beweren. En die mensen kijken zo naar die man. U leest toch nergens in de wereld iets over Suriname. Dat wil zeggen, die dingen die Santokki uitroept op die vergaderingen, gaan het ene oor in en het andere oor uit. Het is alleen voor de Surinamers die niks weten van internationale verhoudingen. Voor hun is het bedoeld. Voor die achterban van Santokki, die hij bespeelt. En dat hij wereldleider is, dat hij op de VN-vergadering, de vergadering heeft toegesproken. Ik heb al die verslagen van hem zitten lezen, want ik had even de tijd. Die verslagen gaan alleen over wie die man heeft ontmoet, welke vergadering hij was,
wat hij heeft gezegd. Dus een paar dingen haalt hij dan naar voren. En het is altijd hetzelfde reetje. Er gaan investeerders komen. En ze kunnen investeren in de landbouw. Ze kunnen investeren in de olie. Ze kunnen investeren in de goudsector. In de mijnbouwsector zijn er mogelijkheden in Suriname. En de mogelijkheden zijn talrijk. En Suriname heet al die investeerders welkom. En ze mogen allemaal komen om te investeren in Suriname. En er zijn al gesprekken gevoerd met A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L en, enzovoort. Hebben we gesprekken gevoerd. En Santoki is toegezegd dat enzovoort, enzovoort. Maar gebeurt niks. Niks gebeurt. Niks, nipsa. En dat is mijn kritiek. Er wordt gebabbeld door meneer Santoki, maar gebeurt niks. En wat er gebeurt is puinzooi. En ik kan je zeggen, daarmee eindig ik, namelijk, er is enorme geschiedsvervalsing is gaande in Suriname. Door die VAP wordt er valselijk een lied gezongen over die zogenaamde verbroedering. En dan haalt men die Potiopi-pengel erbij en Latschmon. En ik ga u zeggen, men interpreteert die geschiedenis helemaal verkeerd. Ook in de kringen van de VAP. Men zoekt maar naar een soort leider die er niet is geweest. Als die leider niet is geweest van het Surinaams nationalisme, dan moet het goed politiek vertellen. Namelijk als het Surinaams nationalisme heeft ontbroken in de Hindoestaanse bevolkingsgroep in Suriname, dan moet je dat zeggen en dan moet je eraan gaan werken dat die Hindoestaanse bevolkingsgroep zich steeds nationaler gaat opstellen. En je moet niet komen met een valse bewieroking van broederschap, want die is er niet. En ik kan u zeggen dat het broederschap dat vanaf 1954 aan het ontluiken is in Suriname, het zogenaamde broederschap van Latschmon, berust op valse slogans die verkeerd worden uitgelegd. Want in die binnenlandse politiek in Suriname is de samenwerking tussen VAP en NPS louter gebaseerd op numerieke speculaties, dat men weet dat die bundeling zou leiden tot een doorbraak in de Surinaamse politiek. Namelijk, als je die stemmen bij elkaar optelt, dan is het mogelijk om in een parlementaire verkiezing de meerderheid te behalen. En louter deze lijpen, men noemt het lijpheid, hè, is geen intelligentie, maar is een gewikste lijpheid is een berekenende eigenlijk sluwheid. Ja, dat men is gaan doorhebben dat als je die Hindoestaanse kiezerskring die etnisch bij elkaar geharkt wordt optelt bij die Creoolse kiezerskring, dat je samen meer zetels haalt en dan de meerderheid kunt halen in het parlement. En dat is gebeurd voor het eerst in 1958, ja, na een mislukte poging. 4 jaar eerder, in 1954, toen hebben de lichtkleurigen van de Democratische Partij hebben gewonnen in Suriname. Maar toen is men die berekening gaan maken, jongens, als we die onderlagen van die bevolking verbinden met elkaar, dan winnen we die verkiezing. En dat heeft niks met verbroedering te maken. Integendeel, ik heb de theorie, en daar kom ik terug in de komende uitzendingen, om dit te bewijzen, dat die verbroedering waarover Latschmon sprak louter te maken had met die Hindoestanen op te roepen om een eenheid te vormen, om elkaar als broeders en zusters te omarmen en niet uit elkaar te gaan, omdat ze dan de politieke macht zullen verliezen in Suriname. Die verbroedering heeft niks te maken met het samenbrengen van met Hindoestanen en Creolen. Want die tegenstelling Hindoestanen-Creolen is gecreëerd door de Nederlanders. En niet door de Creolen en niet door de Hindoestanen. Dat is mijn stelling. En ik ga dit ook bewijzen. En ik eindig met een laatste heel serieus nieuws. Ik noem het meestal die uitsmijter. Want dan neemt onze hoofdredacteur over. Daar heb ik het een paar keren aangekondigd. En dat is het laatste nieuws dat mij bereikte vandaag voor het maken van het programma. Is dat de Amerikanen overeen zijn gekomen met Hirsan Ali van Guyana. Dat zij op de grens tussen Guyana en Venezuela gaan ze een militaire basis zetten. En dat de Amerikanen in feite hebben aangekondigd
door die ontwikkelingen in Afrika tegen de Fransen, door de ontwikkelingen in Europa rondom energie, het energievraagstuk, hebben die Amerikanen met inachtneming van de oorlog in de Oekraïne, kiezen ze eieren voor hun geld en beginnen ze beslag te leggen op de olievoorraden in Noord-Amerika en door een tegenwicht te bieden aan Venezuela, door in Guyana zich te gaan nestelen en met hun oliemaatschappijen het grootste deel van de olie van Suriname en Guyana om die te gaan beheersen. Het wordt spannend in de oliesector en de grote fout die meneer Santokki heeft gemaakt in de vergadering van de VN, dat vergat ik even te zeggen, is om midden in Amerika te gaan beweren dat investeerders in de olie welkom zijn. Terwijl Santokki niet doorheeft dat er een hele oorlog al woedt in Guyana om het bezit van die olie en dat die Fransen met hun totale en een opmerk zijn om Suriname en Guyana eruit te kieperen. En samen met die multinationals van Amerika en Frankrijk die olievoorraden van Suriname in te palmen. En de grote fout van Santokki is dat hij in Amerika is gaan zeggen dat hij die investeerders uitnodigt om te komen investeren daar in Suriname. Dan kwam hij weer met zijn rijtje opzommingen. Maar het komt erop neer dat de Amerikanen hebben sinds Obama aan de macht is gekomen gewezen op de noodzaak om de fossiele brandstofafhankelijkheid, men noemt het de olieafhankelijkheid, om die te stoppen en de Amerikanen te wijzen op de noodzaak om alternatieve renewable energiebronnen om die te gaan aanboren. En dwars daartegen in gaat Santokki oproepen in de Verenigde Staten dat die investeerders in de olie oproept. Dus hij gaat een land dat als hoofdbeleid gaat voeren, het olie onafhankelijk maken van de energiebehoeften, daar gaat Santokki oproepen om te komen investeren in Suriname. Het is een gedoe met de onkunde en domheid van de huidige Surinaamse regering. En de grote veroorzaker in het internationale veld is de meneer Ramdin, die van toeten nog blazen weet wat internationale verhoudingen betreft. Dit was Ludwig van Milieu voor Radio Tamara. Ik dank u voor uw aandacht. Ik verontschuldig me dus voor de periode dat ik even afwezig moest zijn vanwege familiaire verplichtingen. Maar ik ben er weer en u kunt op me rekenen. Ik ga proberen nieuwe inzichten te brengen in de politiekvoering in Suriname en onze geschiedenis te corrigeren op al die valse noten die zijn gezongen door de Nederlandse koloniale periode in Suriname. Ik dank u voor uw aandacht. Odi, odi. Ludwig, bedankt en tot de volgende keer. Ja, Iwan.